En vandaag ga ik bij Boas intrekken zonder dat hij het weet. Oh, je schrok echt heel erg. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees en vandaag sta ik in het Twelfsprings trampolinetuin. Dat zei ik goed. Niet zonder reden, want hier in de buurt woont Boas. En Boas is vandaag niet thuis, dus ik ga iets superleuks doen. Maar daarvoor moeten we eerst naar Boas de tuin. Want in de tuin heeft Nike iets verstopt, namelijk de sleutel. Als we de sleutel pakken, kunnen we naar binnen. En dan hebben we het huis voor ons alleen. Ik heb ook Timo meegenomen. En dan gaan we iets heel leuks doen, maar dat vertel ik jullie zo meteen. Ben je nog niet geabonneerd, dan moet je natuurlijk even abonneren, want meer dan 60% van jullie is nog niet geabonneerd. Dat staat natuurlijk hier. Druk even op het belletje. Laat een comment achter van wat voor video's jij graag van mij wilt zien. En laat dan vast even een duimpje omhoog achter. Laten we voor de 5000 likes gaan. Dat kunnen jullie makkelijk halen. We gaan eventjes naar Boas tuin. Oké, ik ben aangekomen bij Boas Sport. Even om het hoekje kijken. Nee, er is niemand thuis. Als het goed is, is er niemand thuis. We gaan eventjes de sleutel pakken, want Nike heeft de sleutel ergens achtergelaten. Ik moet alleen even kijken waar. De sleutel voor Boas huis. En dat is niet zonder reden. Zoals de meeste mensen wel weten, had Boas een huisgenoot, namelijk Niels. En Niels die is nu weg, die is verhuisd. En Boas gaat hier binnenkort ook weg. Maar de kamer naast Boas' kamer staat helemaal leeg. En vandaag ga ik bij Boas intrekken zonder dat hij het weet. Dus ik ga eigenlijk verhuizen vandaag. Ik ga zo meteen samen met Timo even langs de winkel. Gaan we wat spulletjes kopen. Ga ik die hele kamer inrichten zonder dat hij het weet. En ga ik proberen daar te overnachten. En Timo gaat hier dus ook overnachten. Dus die video kunnen jullie sowieso ook checken in het i'tje. En hij gaat boven overnachten. Ik op dezelfde verdieping als waar hij slaapt. Zodat als hij één van ons vindt, dat de andere safe is. Sleuteltje erin. Zo, sleuteltje eruit en we gaan naar binnen. En dit is super chill, niet normaal. Nike, dankjewel voor de sleutel. We gaan even meteen kijken naar de kamer waar ik naartoe ga verhuizen. Want die is namelijk boven. Schoentjes uit. Hup. We gaan even naar boven lopen. Gelukkig maakt deze trap niet zoveel geluid. Kijk, hier slaapt Boas. En deze kamer komt hij dus nooit. Maar hier sliep Niels. En ik ga even tijdelijk voor één nachtje in deze kamer wonen. Kamer hebben jullie gezien? Nu gaan we naar de winkel om even wat spulletjes te kopen. Oké, we gaan een spulletje kopen. Timo is inmiddels ook al binnen geweest en die heeft zijn plekje uitgezocht. Maar deze moet natuurlijk eventjes op slot. Ja. Wanneer weet jij trouwens wanneer Boas terugkomt? Live locatie heeft Nike. Dus Nike op het moment dat ze weet dat ze naar het huis komt. Dat is top. Maar we gaan dus eventjes naar een winkel. Ik denk sowieso de Action, want daar kan je best wel wat dingen kopen. En misschien nog wel ergens anders zijn. Ik heb een hoeslaken voor een matrasje. Een matrasje. En ik dacht, ik neem ook gewoon even een schilderijlijstje mee van mij en mijn vriendin. Dat is toch nice. Oh ja, gezelligheid. Deze kleine kiddo's. Oh ja, dat zijn mijn kinderen. Je kinderen. Ja, doe maar, doe maar. Nou, top. Ik denk, hier ja, nog een mooie. Een foto van Nike. Nog eentje die, Be the reason someone smiles today. Top, top. Oké, dan hebben we ook een plant standaard. En dan hebben we nog een mooie planthouder. Zo. Die kunnen we erin zetten zo. We hebben ook een mooie klok nodig, want Timo, we willen wel weten hoe laat het is natuurlijk. Ja, heb je niet een telefoon ook of zo? Wij kopen dus echt veel te vaak dit, maar ik ga ook een luchtbed meenemen. Ja, anders kan ik niet slapen. Dat is toch bizar, ik heb waarschijnlijk al 10 van die luchtbedden losgekocht, omdat ik ze niet bewaar. We zijn de winkel uit en we zijn 150 euro lichter. Oh, veel. Dit was zo niet nodig, maar nee. Het is wel leuk. En we gaan het even allemaal erin leggen. Kijk, we hebben daar twee tassen. Hier een tas. Gaan we nog eventjes langs de Albert Heijn en Boas is als het goed is rond 6 uur klaar of thuis, een van de twee. Dus we gaan zo meteen naar de Albert Heijn, eten kopen. Gaan we ook gewoon koken voor onszelf. Voordat het klaar is, wassen we alles af, zodat hij niks door heeft. Boom, hij zit dicht. Let's go. We zien jullie terug bij het huis in de kamer. We hebben het luchtbed, die moeten we natuurlijk ook maken. We hebben alleen niet nagedacht over een pop. Nee. Ik heb hier alle spullen liggen. Ik heb net een paar dingetjes laten zien. Ik ga gewoon alles even klaarleggen. En dan zie ik jullie zo meteen terug als de hele kamer is ingericht. Ik heb eventjes gewerkt, maar het is klaar. We hebben hier een tafeltje met de klok erop. Een mooi schilderijtje. Hierachter hebben we een schilderijtje.
naar Snow. Hier hebben we een speelgoedhelikoptertje. Geen idee waarom ik dat heb gekocht. En 9 van de 10 keer werken die dingen ook niet. Maar een leuke toevoeging. We hebben daar het plantje voor naast het bed wat hier ligt. Dus zo heb je wel een gezellig iets. En hier helemaal apart hangt nog een schilderij. Al met al is zo dus de kamer helemaal af. En zou ik hier dus de hele nacht kunnen slapen. Ik heb ook stiekem een dekbed van boven gestolen. Dat kussen heb ik zelf gekocht. Maar zo kan ik de nacht wel goed door. Het enige minder is, er is hier geen licht. Maar ja, dat maakt niks uit. We gaan eventjes vliegen. Oh! En dit is het enige wat deze doet. En dan gaat hij naar beneden. Maar ja, maakt niks uit. Het is tijd om te gaan koken, zodat Timo en ik op tijd eten hebben. Want Boas die komt waarschijnlijk over 2 uur richting huis. Maar dan hebben we in ieder geval gegeten voor als hij eerder thuis is. Timo, ja. Kom eens. Ik ga naar jou kijken. Hey. We gaan naar beneden. We hebben lekkere pasta met courgette en spekkies. Dus lekker makkelijk. Dus dat ga ik nu even maken. En dan hopelijk komt Boas niet thuis. Ik denk het ook niet. En dan gaan we lekker smikkelen boven wel. Want dan ziet hij ons sowieso niet. En dan wachten tot Boas thuis komt. Waarschijnlijk komt Nike eerder thuis. Dus dan laat Nike even naar binnen. En dan komt Boas thuis. En dan gaan we kijken of we de hele nacht gaan overleven. Kijk eens, dat ziet er goed uit. De pasta moet er nog in, maar de rest staat al een klein beetje zachtjes te pruttelen. Nice, ik heb echt super veel honger. Timo zit ondertussen lekker daar te chillen. En die heeft ook heel erg honger. Dus we hebben in ieder geval iets te eten en we hebben allebei nog wat lekkers. En hopelijk kunnen we vanavond ook een beetje met elkaar chillen. Want het zou kut zijn als we de hele tijd alleen zijn. Maar ja, dat gaan we vanzelf zien. Dat moet je maar over hebben, hè, voor een video. En kijk eens even, de pasta is klaar. En ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat smaken. Ik heb er in ieder geval zin in. Ik heb super veel honger. Ik had nog niet geluncht. Timo, hoe heb je gegeten? Lekker. Lekker. Zijn bakje is leeg. Mijn bakje is leeg. Nu moet ik even naar beneden om even Nike op te halen. Want die staat beneden en die heeft geen sleutel. Dus we gaan even haar naar binnen laten. Kijk. Hallo. Nike, je bent thuis. Hi. Kijk, top. Dankzij jou kunnen we dit allemaal doen, hè? Ja. Super. Hoe was school? We mogen de lichten weer aan. Doe de kamer open. Kijk wat jij ervan vindt. Ik heb niet zo heel bizars gedaan, maar ik heb het wel. Oh, dat lampje. Lamp doet het ook niet, daarom. Wauw. Ja, leuk, hè? Hoeveel denk je dat ik hier aan kwijt ben geweest? 50 euro. Ah, doe maar 100 erbovenop, 150. Echt? Ja. Maar jij moet echt niet veel bewegen hiernaast, Boas. Nee, dus voor mij is het extra moeilijk. Oké, update. Boas waarschijnlijk pas 10 uur thuis. Beetje laat, maar dat maakt niks uit. Wij hebben alle tijd dan. Timo is er volgens mij al klaar mee. Wat? 10 uur, 4 uur later dan normaal. Nice. Maar we houden het wel vol. En we hebben alles al voorbereid. Dus voor ons alleen maar chillen, want dan komt hij er minder makkelijk achter. Boas die is onderweg, waarschijnlijk nog 30 minuutjes verwijderd van hier. Ik ga nu mijn tanden poetsen. En het tweede, ik denk niet dat ik in de kamer hiernaast ga slapen. Zometeen ben ik daar wel als hij thuis komt. Maar ik denk dat ik helemaal boven ga slapen. Want het is best wel, het maakt best wel veel geluid, die kamer. Want die muurtjes zijn heel dun. En ik wil natuurlijk niet dat hij door heeft dat ik er slaap. Maar ik heb het mooi ingericht. Dus ik zou er, als hij het zou weten, kunnen slapen. Dat is belangrijk. Maar even tandje poetsen. En dan is Boas er zo meteen. Dankjewel Boas, dat ik je tandpasta mag lenen. Oh, deze gaat bijna op. Deze oprecht gewoon op. Lekker, lekker. Ik zie jullie zo meteen als Boas er is. Nog 10 minuutjes en dan is hij hier eindelijk. En dan ga ik hem eventjes snel via hier buiten filmen. Het is super donker hier. Maar als je hier doorloopt, kan je hem precies hier zien rijden. Volgens mij komt hij hier. Volgens mij komt hij hier. Ja. Ja, dat is hem. Dat is hem. Dat is hem. Gaat hoekje om. Gaat hoekje om. Oké, let's go. Let's go.
zet. Als hij de deur open doet, dan kan ik er dan achter staan. En dan, bang. En dan gaat hij waarschijnlijk schrikken. Ik ben serieus al drie kwartier aan het wachten. Het is dus 9:15 en Paul staat naar mij mee te vaak best wel vroeg op. Vannacht dus niet. Gefeliciteerd met je nieuwe huisgenoot. Oh, je schrok echt heel erg, hè? Holy what shit. Holy shit. Wow, dit was heel raar. Holy ik loop zo blij naar beneden en ik zie opeens iemand staan. Holy shit. Ik zag de angst in je ogen. Wow. Holy shit. Ik heb jou nog nooit zo bang gezien. Wow. Ik heb jou nog nooit... Ik zag je echt... Hij keek echt 2 seconden lang me aan. What the fuck? Maar dit was voor je partypopper dat ik schrok. Ja. Dat was niet de partypopper waardoor ik schrok. Wow! Maar wat zei je nou? Ik zeg gefeliciteerd met je nieuwe huisgenoot. Huh? Wat heb jij nou weer? Ik dacht ik ga eventjes hier chillen. Hoe lang al? Fuck? Hoe lang al wees? Huh? Hoe lang chill je hier al? Hier? Oh, sinds gisteren 2:00 PM. Het is allemaal geslaagd. Even, Boas die schrok wel echt heel erg. Maar volgens mij is hij bijgekomen. Hoi. Leef weer. Hoi. En we hebben eten gekregen. Super fijn. Ja, wees blij mee. Ja, dus dan moeten we het zelf doen. Ja, ja. Thuis doe je het zelf inderdaad. Maar nu krijgen we het super fijn. Zoals jullie hebben kunnen zien is het een geslaagde actie geweest. Boas was tot heel laat weg. Waardoor wij makkelijker de hele nacht konden blijven. En ik heb een mooi kamertje gemaakt. Heb er alleen niet in geslapen, dat is jammer. Maar voor een volgende keer misschien, dan pak ik het nog eventjes wat extremer aan. En ga ik daadwerkelijk mijn hele bed, kast, kledingen, noem maar op, ga ik allemaal verhuizen. Misschien voor ooit. Maar voor deze keer was dit het. Vonden jullie de video nou leuk? Laat zeker een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je nieuw bent. En check sowieso ook eventjes de video van Timo, die staat in het i'tje. En dan check jullie bij een volgende video. Later! Gewoon zo. En dan loopt hij door.